Een hele, hele goede morgen deze morgen. Welkom bij de YouTube-kijkers, lieve. Welkom bij de YouTube-kijkers. Welkom, lieve kijkers, bij... Jemige, wat een intro. Een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers. Welkom bij de Stofjes. Leuk dat jullie weer kijken. Oh, die intro was zo slecht. Maar goed, geeft niet. Oké, het is nu 7:59. En ik heb mijn training in de sporthal of in de sportzaal alweer opzetten. De gym. Nieuw, hè, de gym. Ja, het was eigenlijk de bedoeling dat ik vandaag mogelijk niet zou kunnen sporten, omdat we naar Goes moeten rijden en moesten we op tijd aanwezig zijn in Malden vanwege het voetballen. Daar had ik me min of meer op bij neergelegd van oké, vandaag geen sport. Maar ja, ik had de wekker gezet, 7:30. Mooi. Rond een uur of 8:30 rijd ik aan. Kan ik Paul niet even helpen? Maar ja, toen was ik om 7:30 wakker. Ja, wat gaan we doen? Sportkleren aantrekken. En dan ben ik toch geweest. Dan heb ik toch niets nuttigs gedaan vandaag. Deze ochtend in ieder geval. Dus helemaal top. Helemaal top. Ik moet wel zeggen, het gaat qua gewicht de verkeerde kant op. Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken omdat ik, wat ik vorige keer ook al zei, dat het te maken heeft met mijn werkzaamheden. Ik ben met mijn werk nu veel minder actief. Bij mijn vorige werk was ik gewoon de hele dag in touw. De hele dag was je aan het rennen, lopen en springen. Nou, springen niet, maar was je aan het shoren aan die karren. En een week dan voor gein, dus was fysiek best wel inspannend bezig. En als je dan gewoon je dingen doet, dan valt dat mee qua aankomen. Ja, nou is de lichamelijke intentie is echt een heel stuk minder. Dus ja, dat merk ik dan ook meteen in dit soort gevallen. Want ik heb niet het idee dat ik overmatig veel eet of snoep. Maar ergens, ja, ergens zit er toch een stukje in waarop het niet goed gaat. Ik ben daardoor bewust, het heeft ook een beetje met mijn collega te maken, die daar ook mee aan de gang is. Ben voor mezelf wel wat dingetjes gaan bijhouden. Op de telefoon heb ik zo'n appje zitten voor de fitness. En er staat ook voeding bij. En dan kan je een beetje bijhouden wat je op een dag een beetje eet. Ja, en als mijn verbrandingspatroon ergens rond de 2300 kilocalorieën zit en ik zou eronder moeten blijven, dan zou je op een gegeven moment niet meer aankomen. Maar ja, blijkbaar zit daar toch iets anders. Want ik heb dagen erbij dat ik gewoon echt ruim onder die 2300 kilocalorieën zit. En dan zie je toch op de weegschaal dat je aan het komen bent. Dus dat is een beetje vervelend dat dat nu speelt. Maar het is ook vervelend, want ik zie het ook aan mezelf. Ik zie aan mezelf van... je bent gewoon dikker geworden. Zo simpel is het eigenlijk gewoon. Maar dat moet eraf. Dat moet eraf. Dan zeg ik nogmaals, als ik dan zo'n tabel bijhoud qua voeding, wat ik dan eet op een dag en ik blijf dan daaronder zitten. En toen kun je ook afvragen van een keer wat je eet, want je kan ook bij spreken zien hoeveel koolhydraten, eiwitten en vet je hebt ingenomen. Kijk, als jouw vetten natuurlijk heel veel zijn en weinig koolhydraten, ja, dat schiet niet op. Die verhouding moet eigenlijk andersom liggen, of met de eiwitten. Vet moet eigenlijk zo weinig mogelijk zijn. Maar goed, dan nog zou dan in principe de basis moeten zijn. Het moment dat jij dat ik dan minder, minder energie eet. Oftewel, zeg maar, op het moment dat ik zeg maar niet te veel calorieën eet, dan zou je toch zeggen van ik moet dan uiteindelijk gaan,
gaan afvallen. Dus ja, daar zit een stukje in wat ik niet helemaal snap. Dat begrijp ik dan wel eventjes niet. Maar goed, we zullen wel zien hoe dat gaat lopen. Ik probeer in ieder geval de komende tijd, probeer ik daar in ieder geval mijn aandacht aan te geven. Dus, ik heb al uitgerekend, als ik dan, die krentenbollen moet ik niet te veel eten, er zijn veel calorieën, maar dan nog, al zou ik dan bij wijze van spreken met het ontbijtje en de soep, heb ik uitgerekend, en de broodjes die ik eet met kaas of met ham. En ik hou daar dan de rest van de dag rekening mee dat ik dan niet te veel eet, zit ik nog steeds onder die 2300 calorieën die ik dan zou mogen eten. Dus het raad van is, ben naar de sport geweest, daar heb je calorieën verbrand, dus mag je eigenlijk weer aanvullen. Dan blijf je nog eens notabene onder je calorieën tabel. Ja. En dan nog. Dus ik snap het ergens niet. Maar goed. Ook dat komt wel weer goed. In het verleden is me ook gelukt. Dus zou me ook weer moeten lukken. Gewoon door de week toch nog misschien iets meer opletten. Met 's avonds. Met dingetjes. Of met... Ja. Ik weet het niet. Ongetwijfeld hoort het wat vaker. Ongetwijfeld leeftijd heeft ook mee te maken. Dat je verbranding minder snel gaat. Dus dat het langer opgeslagen blijft. Nou, afgelopen week natuurlijk bijna niet kunnen sporten. Vanwege mijn schouder. Omdat die nog in sommige gevallen nog wel wat pijnlijk is. Met de dingen die ik, met de oefeningen die ik doe. Afgelopen vrijdag heb ik een half potje mee gedacht. Ik wil last van mijn pols. Dus dat was ook niet fijn. Daar heb ik dan met mijn oefeningen nu geen problemen mee gehad. Dus daar ligt het dan eigenlijk niet aan. Maar toch, het zit er allemaal niet lekker. Dus. Goed, ik ben tussen thuis als jullie zien, want mijn auto staat stil en ik moet eruit. Ik moet nu naar binnen gaan douchen, omkleden, want ik wil rond een uur of 8:30. Het is nu intussen 8:06. Ik wil om 8:30 toch weer in de auto zitten om richting Malden te rijden, om Paul uiteindelijk te gaan helpen met het klaarzetten van het ontbijt. En dan is het standaard 9:30 ongeveer een beetje verzamelen. Dus dat. En dan gaan we naar Goes. Ben benieuwd. Koploper. We zullen het zien. Bijna 2 uur rijden in de bus. 2 uur en een kwartier rijden in de bus. Tussenstopje erbij. Komt goed. Ik zeg tot de volgende keer. Even duim omhoog. Even abonneren op mijn kanaal. Doe dat nou eens. Even abonneren. Even het blauw duimpje aanklikken. Kleine moeite. Kost je niks. Alleen eventjes een klikje geven. Top! En abonneren. Zou ook leuk zijn. Even abonneren. Goed zo. Ik ben er klaar mee. Ik ga zeggen tot de volgende keer. En dan hoor je wat geworden is. Afgelopen weekend was niet zo best. Orion moet beter. Maar goed. Tot de volgende keer. Tot volgende zondag. Ik zou zeggen, volgende zondag is natuurlijk Pasen. Volle Pasen is het dan, kun je zeggen. Goed, we gaan zaterdagavond een bekerwedstrijd spelen tegen AZSV. Oude club van Dave. We zullen het zien. Oké, nou ben ik er klaar mee. Ik zeg duimpje omhoog, abonneren. Klaar. Punt. Komma. Einde. Ciao.